Hallo iedereen en welkom terug voor een andere video. Vandaag gaan we mijn CLA wassen. Het is al even geleden, want het was geen goed weer hier in België. Het heeft altijd geregend, dus vandaag is de eerste dag mooi weer. En ik moet niet werken vandaag op zaterdag. Dus vandaag gaan we de auto wassen, zodat we terug met een proper wagen kunnen rondrijden. Ik ga over de video spreken, zodat jullie mijn wasproces kunnen volgen. En als jullie vragen hebben, laat ze in de comments down below. Vergeet niet om de video te liken. En dan gaan we eraan beginnen. Ik doe altijd de velgen eerst. Ik vernevel het product op de velgen. Ja, bij deze stukje clipje bleef de sprayer even hangen van het flesje. Dus daarmee dat het zo moeizamer uitziet. Maar altijd velgen eerst. Even laten intrekken. En dan ga ik er gewoon over met een borstel. Dat werkt op deze velgen het beste. Ik heb de velgen wel nog afgespoten, maar de wheelbarrels zijn even niet meer gekuist. Dus er komt wel goed veel vuil uit. ml foam erin en warm water, goed schudden en klaar. Nadat het foam een paar minuten op de wagen gezeten heeft, spuit ik het eraf met een hoge drukreiniger en zorg ik dat al het vuil, het grootste deel van het vuil er ook mee af is, zodat we met een veilige gevoel met de wasmiddel kunnen wassen.
Dan, nadat je het zeep hebt afgespoten, is het even met een detail spray over de auto gaan, zodat hem droog is met een droogdoek. Ik heb hier ook eens een keer geprobeerd om een ander zicht van camera toe te passen. Je gaat dat direct zien. Laat me zeker weten in de comments wat dat je daarvan denkt. En daarna gaat je het resultaat zien van de auto. Hij ziet er weer helemaal proper uit. En dan zien we elkaar in de volgende video. En zorg dat je op de subscribe button duwt, zodat we elkaar vaker gaan terugzien. Dag!